de eindresultaten van de CITO-toets bekendgemaakt. Wie gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival? Aanstaande zondag, dan weten we het. Want tijdens het Nationale Songfestival gaan 5 kandidaten de strijd met elkaar aan. Ieder met hetzelfde liedje. Het nummer Ik ben verliefd is geschreven door Pierre Cartner. En de kandidaten hebben er elk hun eigen draai aan gegeven. Zo klonk de versie van Pierre Cartner. En zo klinkt hij van de Oosterhoutse zanger Vincent. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw. Weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala. Zo gaat het ongeveer. Mijn versie is een vrolijke uptempo versie, waar ja, gewoon een positieve versie. Dat vond ik trouwens sowieso van het liedje hoor, want heel veel mensen hadden kritiek. Maar Pierre Cartner heeft ook duidelijk gezegd, het is een demo. Het is puur bedoeld om mensen een indruk te geven wat de bedoeling is. En dan moet je zelf je creativiteit laten gaan. Zondagavond weten of de creatieve versie van Vincent bij iedereen in de smaak valt. En of de enige Brabantse deelnemer door mag naar het Eurovisie Songfestival in Oslo.